dit wordt een liefdesreading voor het teken van vissen. Lieve vissen, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je Venus teken. Laat los als het niet past. Niet iedereen loopt natuurlijk op dezelfde liefdesenergie. Iedereen ook bedankt voor de lieve berichtjes, de likes en de nieuwe abonnees. Welkom. En natuurlijk de trouwe abonnees. Dankbaar ben ik. En uit dankbaarheid, als waardering eigenlijk naar jullie, wil ik iets terug doen. En je maakt dus kans op een persoonlijke reading. Nou heb ik van een aantal mensen vernomen dat de video die ik heb gemaakt niet goed terug te vinden is. Mocht je hem wel hebben gezien, daar vertel ik ook wat de voorwaarden zijn. Maar ik merk dus dat mensen die video niet kunnen vinden. Hij heet Geheime Gevoelens met een paarse thumbnail. En daarboven staat, of in die thumbnail staat ook winactie. Maar mocht je hem niet kunnen vinden, dan zal ik het hier nog even noemen. Want ik wil wel dat iedereen een eerlijke kans krijgt. Dus wat moet je doen? Geabonneerd zijn op de rode abonneerknop. Druk gelijk op het belletje, zo mis je geen reading. Dat is niet verplicht trouwens hoor. Maar geabonneerd zijn wel, deze video liken en dan iets onder in de comments. Dus toi toi toi. Eens kijken, wat heb ik hier? A very climax, appreciate, wauw. Dus dit is de volle maan in Ram. Wauw, Ram is natuurlijk een vurige energie en jullie zijn natuurlijk watertekens. Dus dit is een hele explosieve ook, energie. Wauw, dus er kan in één keer iets onverwachts op je pad komen waarin je actie gaat ondernemen. Of iemand gaat actie ondernemen, iets waar je naar verlangt, vurigheid, passie, creativiteit. Nou zijn jullie natuurlijk creativiteit, maar ook intuïtie of in ieder geval iets waar je kracht en power van krijgt. Super, ja kijk, en de emper ook nog onderop, wauw. Leiderschap, actie, wat ik al voelde. Maar wat is jouw uitdaging, lieve vissen? Dat wil ik wel eens weten. De 10 van zwaarden. Hij lag omgekeerd, maar het is een uitdaging. Dus ik pak hem gewoon zoals hij ligt. Ja, je hebt met bepaalde situaties te maken gehad. De 10 van zwaarden is natuurlijk best wel een pittige kaart in het tarot. Dat houdt eigenlijk in dat je veel hebt moeten verduren. Je hebt met betril te maken gehad. Mensen hebben je niet goed behandeld. En dat heeft pijn gedaan. En daar zit je eigenlijk nog een beetje in. Het is voor jou belangrijk eigenlijk om die prachtige volle maan die hier eigenlijk is. Want normaal schijnt de zon, maar hier is de volle maan. Om eigenlijk die pijn te releasen. En eigenlijk je blij te gaan voelen. Want dit zijn ook gedachtes. Hè? Dit is lucht. Dus dat zegt ook iets over je, hoe jij bepaalde situaties, hoe je daarover denkt. Dus het is voor jou heel belangrijk om die pijn eigenlijk te transformeren in kracht. Wat hier eigenlijk ook staat, want dit is natuurlijk een powerkaart. Ik ga eens kijken wat ik nog meer mag ontvangen. De 2 van zwaarden. De Knight of Pentacles. Wauw. De maan. Jullie kaart. En weer een volle maan. Kijk eens. Veel afsluiting dus. Ik heb hier nog de Knight of Wands. Oké, 2 keer een knight. Super. De Hierophant. En de 7 van zwaarden. Oké. Onderop heb ik nog het Rad van Fortuin. Dus er is een situatie bij jou waarin jij misschien een beetje jezelf hebt afgesloten de laatste tijd. Misschien dat je niet goed wist welke kant je op moest. Misschien zat je een beetje vast in je gedachten. Ik zag 4-4. Maar in ieder geval is er iets qua emoties of qua je gedachten waar je soms het lastig vond. Wat ik wel zie is dat deze prachtige kaart, de Knight van Pentacles, heel veel stabiliteit kan opleveren. Dus je zoekt ook een soort van stabiliteit. Je bent aan het onderzoeken. Je wil het rustig aandoen. Zo voelt het een beetje. Omdat je best wel in een pittige periode hebt gezeten. En Spirit zegt eigenlijk, het is voor jou belangrijk om door te zetten. Want er is iets, of er is een nieuwe cycle gaande in je leven. Daardoor is het wel belangrijk om het oude eigenlijk los te laten. En eigenlijk te releasen. Nu zie ik hier ook de nieuwe maan en die prachtige zon. Dus er is iets waarin jij heel veel, hoe moet ik het zeggen, vruchten van kan plukken. Want de Knight of
of Pentacles is natuurlijk wel een prachtige kaart om iets te manifesteren. Of in ieder geval langzaam en gestaagd eigenlijk op weg naar je doel te gaan. Of dit nou liefde is, het is natuurlijk een liefdesreading, maar het kan ook een persoon zijn die langzaam en gestaagd eigenlijk groei wil. Nu zie ik hier die maan. En de maan ligt in de hart van de reading. Dus het kan zijn dat je soms een beetje wishy-washy bent met je gedachten. Dat je soms onzeker kan zijn. Of dat er iets speelt waarbij jij, ja, dat er geheimen spelen bij jou of bij een persoon. Of in ieder geval onderbewuste gevoelens die je eigenlijk mag gaan loslaten. Dus eigenlijk meer op je intuïtie gaan vertrouwen. En kijk, hier schijnt weer de zon of is het een ster? Ik weet niet. Je hebt in ieder geval een wens, is wat ik voel. Je wens is waarschijnlijk, als ik hier de 10 van zwaarden zit, om uit die zware energie te komen. Die prachtige volle maan die hier ook staat met die climax, die mag je ook gaan voelen. Daarvoor is het wel belangrijk om eigenlijk een soort van transformatie door te maken. Dus die pijn die je nu ervaart zal straks ook getransformeerd worden. Nu heb ik hier de Knight of Wands. En de Knight of Wands is natuurlijk, normaal gesproken wordt het gezien als een playerkaart. Maar het kan ook zijn dat je gewoon op avontuur wilt. Of dat er iemand op je pad gaat komen die je een bericht gaat doen. Dat kan ook heel goed. Iemand die van actie avontuur houdt. Iemand die weet wat hij of zij wil. In ieder geval is het wel een actiekaart en een communicatiekaart. Dus wat ik hierbij voel is dat jij langzaam en gestaagd eigenlijk op weg naar stabiliteit zoekt. En dat er dan plotseling ook actie komt of avontuur. Of in ieder geval een energie die daarvoor wil gaan zorgen. Nu heb ik hier de Hierofant. En de Hierofant zegt natuurlijk iets over spirituele lessen. Iets wat je mag gaan leren of een verbintenis voor sommigen. Dit kan een langdurig iets zijn. Het kan ook een met geloof te maken hebben of een community. Hè? Moeilijk om te lik praten. Een community of in ieder geval iets waarin jij inzichten krijgt. Ik heb het gevoel dat bepaalde antwoorden die misschien nu nog niet duidelijk zijn voor je, aan het licht gaan komen. Dus er komt iets aan het licht wat jouw verheldering gaat opleveren. Dan heb ik hier de 7 van zwaarden. Het is belangrijk, want dit zie ik niet. Ja, dit vind ik een hele andere energie als de Rider-Waite-Tarot. Maar de 7 van zwaarden kan iets zijn van, wees eerlijk naar jezelf. Wat wil je graag? Wat wil je graag manifesteren? Blijf uit die onzekerheid. Want het kan zijn dat je soms negatieve gedachten hebt. Of dat je gewoon eerlijk mag gaan zijn naar jezelf. Van, wat dient mij nog en wat niet? Het kunnen ook natuurlijk personen zijn die een bepaalde invloed op jou hebben. Die misschien iets van jou willen afnemen. Maar ik heb meer het gevoel dat het je eigen gedachten zijn die je op peil mag gaan houden. Ik ga eens kijken wat ik allemaal mag ontvangen. Wat mag ik weten over die 10 van zwaarden? Ik ga toch nog even trouwens kijken naar hier nog onderop. De Judgment heb ik trouwens ook nog. Dus de Judgment zegt ook iets over spiritualiteit met iets matigen. Dus het kan goed zijn dat je je gedachten mag gaan matigen. Of dat je bepaalde chakras in je energie mag gaan opschonen. En daarbij kan er iets op je pad gekomen wat echt verlichting gaat geven, wat verheldering gaat geven. Maar balans, rust en regelmaat is heel belangrijk ook met deze kaart. In ieder geval word je beschermd. Dus wat er ook speelt in je leven, het is belangrijk om het van een positieve kant te bekijken. En dan heb ik hier nog de 3 van cups. Dus wat ik voel is dat er iemand op je pad gaat komen of misschien mag je meer vrienden gaan opzoeken. En in ieder geval komt er iets aan waarin jij een soort van viering gaat beleven. Iets drinken of misschien met vrienden of misschien is het een persoon die je gaat uitnodigen om iets te gaan doen. Want ik zie wel een persoon wachten. Dus een persoon die wacht op iets om eigenlijk een stapje te nemen. Ja, kijk, en een 4 van staven ook nog. Dus om actie te ondernemen, of jij dit nu bent of een persoon. Maar iemand staat op het punt om eigenlijk een gebaar te doen. Wat mag ik weten over die 10 van zwaarden? Oeps, ja, de 7. Ja, kijk, wat ik al zei. Ja, pijn, verwarring, niet goed weten wat voor keuze je moet maken. Misschien dat er meerdere personen in betrokken zijn in een bepaalde situatie. Misschien ben je zelf degene. Maar de 7 van cups, het echt zegt iets over iets, een soort van fantasie. Of iets wat nog niet duidelijk is. Of iets mooier maken dan dat het is. Want dat zegt de maan soms ook.
Maar het is belangrijk voor jou om oude pijn los te laten. Om uit een soort van verwarring of illusie te komen. Zodat je eigenlijk door kan gaan en een bepaald stuk in je leven kan afsluiten. Is wat ik zie samen met de koningin van zwaarden. En de koningin van zwaarden is natuurlijk luchtenergie. En dat zegt iets over knopen doorhakken. Iets eerlijk zijn, dus communicatie. Dus eerlijk naar jezelf, misschien naar andere personen. Misschien mag je meer je woord laten spreken. Maar dat je last hebt van pijn, dat is heel zeker met de 3 van zwaarden ook nog hier liggen. Dus, maar het is een eind, dus het is voor jou heel belangrijk om een soort uit een illusie te komen. Want je gedachten zijn ook kracht en het is belangrijk om die pijn om te zetten eigenlijk in kracht, wat ik hier eigenlijk ook zie. Dus er komt een climax, maar het is wel belangrijk om een bepaald deel af te sluiten. Wat mag ik weten over die 2 van zwaarden? De koningin van pentakels en de 6 van cups. Ja, het kan zijn dat je een beetje uit balans bent geweest. Want de koningin van pentakels ligt omgekeerd. Dus het kan zijn dat je ongeduldig bent. Of dat je er niet op vertrouwt. Of dat je jezelf niet goed verzorgt. Dat kan ook een ander persoon zijn. Maar het is wel in ieder geval, heeft het te maken met iemand uit het verleden. Dus je bent aan het overdenken. Je weet niet goed welke keuze je moet maken hierin. En de duivel dus. Overmatig denken, angstig zijn, bang voor verandering of iets wat in ieder geval niet helemaal oké verloopt. Wat mag ik weten over de maan? De hogepriesteres. Ja, weer iets over je intuïtie, je onderbuikgevoel, je onderbewust. Dat is heel belangrijk. Want er spelen bepaalde geheimen, dat is wel duidelijk. Want de 7 van zwaarden zegt ook vaak iets over niet eerlijk zijn of niet dingen vertellen of dingen achterhouden. Dus het kan zijn dat jij dit bent of een persoon, wie weet, dat weet je voor jezelf natuurlijk. Maar de hoge priesteres, die energie heb je wel, die ligt hier in ieder geval. Dus je krijgt bepaalde antwoorden, alleen het is belangrijk om op dit moment eventjes af te wachten. Dus er is iets waarin spirit zegt van, eigenlijk weet je het antwoord wel. Ga in je onderbewuste. Wat zegt je gevoel? Dus het is belangrijk om naar je gevoel te luisteren. Met de 9 van cup ook nog onderop. Wat mag ik weten over die Knight of Wands? Wat is dat? Welke energie is dat? Is dat een je eigen energie? Of is dat een andere persoon? De Knight of Wands, wat ik al zei, kan ook een player energie zijn. Hè? Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Het kan ook zijn dat jij die energie, dat je meer actie mag gaan ondernemen. Ja, kijk, een eind en een 2 van zwaarden. Oké, wat ik voel is dat er een soort van transformatie wil tegenhouden. Of jij houdt iets tegen, of het is een persoon die Knight of Wands, dus een vuurenergie, die dus een soort van weer terug wil komen in je leven. Die is er nog niet klaar mee en komt uit twijfel. Het kan ook zijn dat het jouw energie is, dat je echt mag gaan afsluiten. Dus met deze persoon misschien af gaan sluiten, omdat deze persoon waarschijnlijk niet hetgeen brengt wat jou tot groei gaat leiden. Ik moet eerlijk zijn, ik kan er wel een heel mooi verhaal van maken. Ja, kijk, de koningin van cups en de 5 van cups. Ja, iemand is uit balans. Ik zie 2 koninginnen zie ik omgekeerd. Dus je bent overemotioneel samen met de maan hier. Er is iets wat jou van je stuk, van je leg brengt, lijkt het wel. De hierofant ligt hier ook. En het is belangrijk om bepaalde lessen aan te nemen. Misschien dat er iemand op je pad komt die jou iets gaat leren. In ieder geval is het voor jou belangrijk om oude pijn los te laten. Er is iets verspeeld. Je bent gekwetst geweest. En het is belangrijk om achterom te kijken. Want er is liefde. Of dit nu met die persoon is die hier ligt. Of misschien een andere persoon waar je een nieuw pad in kan vinden. Maar het is voor jou op dit moment het allerbelangrijkste om eigenlijk je hoofd omhoog te houden. En dus oude pijn, oude situaties niet te herhalen, maar meer naar de positieve kant te kijken wat je ervan hebt mogen leren. Want dat is het. Ik zie weer de 3 van cups en de strength card. En andersom, ja. Het is echt belangrijk om je kracht weer terug te vinden. Om uit die onzekerheid te komen, uit die angst, uit die emoties die jou eigenlijk niks opleveren. Want het kan echt zijn dat je met je gedachten veel te veel, dat de bepaalde gedachten jou vasthouden. Dan zie ik hier geen 8 van zwaarden, maar wat mag ik nog weten over de 3 van cups? Al zie ik wel iemand natuurlijk die wil iets aanbieden, hè.
Als iemand twijfelt. Maar misschien zou je daarvoor eerst iets moeten mogen loslaten. Dat het mag. Mag natuurlijk. Wat? Ja, kijk. Zie? Keuzes maken. En het 10 van Pentakels ook nog. Zie? Dus wat voor jou belangrijk is, op dit moment is oude pijn loslaten. Dus situaties die niet meer dienen voor jezelf, wat je, waarin je vast komt te zitten, waarin je getreurd bent, waarin emoties verspild zijn. Spirit zegt, ga erop uit. Wees niet angstig, maar ga erop uit, want niet alles is verspild. Er komt iets aan, mits jij iets loslaat. Het is belangrijk om bepaalde knopen door te haken. Eerlijk te zijn naar jezelf. En zodra je dus knopen gaat doorhaken, dan kun je ook emotionele vervulling verwachten. Want dan heb je vanuit je hart gekozen. En ook al is het voor jou lastig om bepaalde situaties uit te sluiten of personen, want je bent natuurlijk een gever. Maar het is ook belangrijk om jezelf een keer te geven. En dit is ook echt een kaart van denk met je verstand en niet altijd misschien met je hart. Want je hart doet pijn. En vanuit daar maak je misschien keuzes die niet gebaseerd zijn op de werkelijkheid. Dus het is voor jou belangrijk om gewoon knopen door te hakken. Knopen door te hakken, eerlijk te zijn naar jezelf en naar misschien personen. En ook al voelt dat misschien heel hard, maar je zult zien dat dat naar de 10 van Cups leidt. En hier ook nog de 10 van Pentakels. Dus zekerheid, emotionele vervulling. Yes, dus eens kijken wat ik nog van dit deck mag ontvangen. Oeps, wat mag ik meegeven? Dat zijn er heel veel. Gaan we niet doen. Eén kaart graag. Wat mag ik de vissen nog meegeven? Bossen. Dat zijn er heel veel. Ja, vind een balans. Alweer een volle maan. Dus voor jou echt belangrijk om een balans, om bepaalde situaties op de weegschaal te leggen. En ja, reflect je eigen prioriteit. Dus jouw prioriteit. Want het is waterman, het is ook luchtenergie. Het is belangrijk om je eigen prioriteiten voorop te stellen. Want doe je dat niet, gaan mensen over je heen lopen. En think it through. Dus het is ook belangrijk, weer lucht. Heel veel lucht, dus dat jij analytisch meer gaat denken en dat jij bepaalde situaties gaat analyseren, zodat jij betere keuzes gaat maken, zodat jij knopen kan gaan doorhakken, is wat ik hier zie. Eens kijken. Transformatie, ja, je relatie met iemand anders gaat zich verdiepen. En dat kan zich in alle vormen gaan ontstaan. Mits jij natuurlijk gaat loslaten. Ja, zie. En maak geen beslissingen die gebaseerd zijn op schuld. Of wat je zou moeten of kunnen doen. Voor jou is het belangrijk om eerlijk te zijn naar jezelf. En ook naar anderen. Zie wat ik al bedoel. Dus het is voor jou belangrijk om eerlijk te zijn. En door die transformatie heen te gaan. Die je misschien een beetje tegenhoudt. Maar ga je dat doen, dan zul je zien dat je heel veel geluk op je pad gaat krijgen. Dit is wat ik voor je heb. Ik wens je al het goeds. En tot snel. Doeg!